Dank jullie wel. Je kan het op de beelden van de timelapse al een beetje zien. Dennis is nog even gauw aan het inparkeren. We zijn inmiddels aangekomen in Apkoude. Wat we gaan doen, dat gaan we je zo vertellen. Maar we gaan eerst naar de briefing. Maar we zijn hier in het mooie Apkoude. Veel mensen denken Apkoude, waar ligt dat? Bijna tegen Amsterdam aan. Maar feestweek van Apkoude is hier. En we zijn hier om voor de openbare orde een beetje, ja, zorg dat mensen leuk feest hebben. En wij ook uiteindelijk. Dus we zijn hier om toezicht te houden in de week van Apkoude, de feestweek. Zoals Dennis inderdaad al zegt, ja, een soort evenement. Een beetje een openbaar evenement. Dat is natuurlijk gewoon in het dorp zelf. Dus een stukje openbare orde, horeca. Er is ook een kermis aanwezig, geloof ik. Ja. Dus we hebben zojuist de briefing gehad met alle collega's. En nou, we zitten op een locatie in de buurt van het binnenstad, geloof ik. Dus we gaan even een stukje lopen om even het gebied te verkennen, want ik ben hier niet heel erg bekend. En ik ook niet. Ook niet, geloof ik. Dus we gaan een beetje, aan het overleren. Een beetje verkenningsrondje om te kijken hoe het eruit ziet. En het is een dienst tot 2 uur. 2 uur is ongeveer het einde van het feest, dus ik gok dat we nog een uurtje, 1,5 uur voor de uitloop te zijn. Een soort nachtwerk, Jerry. We nemen jullie dus mee in de dienst. Oh, hier is al een plank waarschijnlijk. Ja, maar dat hebben ze natte poten, joh. Dus ja, dus even kijken of de gemeente hier, als we hier zo'n gaashek neer laten zetten, ben je al klaar. Ja. We hebben juist even een kleine ronde gemaakt over het evenemententerrein hier in de binnenstad. Ik kreeg gelijk een melding dat hier aan de achterzijde van je een woning die leeg staat. De jeugd, een ander evenementterrein waar je normaal 18 plus moet zijn, proberen te komen. En dat doen ze door ook wat dingen te vernielen, door een hekje te vernielen en over het water te springen en dergelijke zo. Dus we hebben nu even gekeken, nu in ieder geval niemand aangetroffen. En we gaan even overleggen, tenminste de coördinator met de gemeente, of daar misschien tijdelijk even een hek neergezet kan worden. Dus ja, dat is voor nu even een update. Ik heb er echt niks om aan te vullen. Ik loop even de parkeerplaats over. Ja, rechts, ik links. Okay. Ik krijg net een melding van volgens mij een uitbater dat hier vanuit de kofferbak alcohol minderjarigen wordt verkocht. En dat mag natuurlijk niet. Maar goed, nog geen auto aangetroffen en ook geen personen in auto's die er mogelijk mee te maken kunnen hebben. Dus we gaan vanavond nog even terugkomen. Wie weet treft niemand aan. Wat gaan we nu doen, Dennis? Oh, je zit nu weer te filmen. Ik denk, wat doet hij nou? Eens kijken. Ik heb de fiets erbij gepakt. Zodat we in ieder geval wat ruimer om de trein kunnen heen fietsen. Dus we gaan onze benenwagen inruilen voor de fiets. We hebben het onszelf even een beetje makkelijk gemaakt. Kameraatjes op de fiets gemonteerd en gaan de rest van de dienst Laten we de fiets rijden. We zijn gewoon een beetje lui, dus we zullen fietsen. Nou, gewoon eerlijk zijn. Ik moet wel zeggen, ik ben het al gewend de afgelopen tijd. Jij fietst, ik niet. Dit is de tweede keer. Ik heb onlangs met Wijkje een stukje gefietst, maar dit is lang geleden voor mij. Hallo. Hallo. Even lege maat bij SB. Hey, weet u dat, dat het niet toegestaan is met alcohol hier op straat lopen? Ja. Hey, het volgende, je krijgt in ieder geval geen bekeuring of zoiets, alleen we nemen wel de fles in beslag. Ik noteer wel even, in dit geval even uw naam, dat u gesproken hebben. Mocht het zo zijn dat je straks weer wordt gezien met een fles alcohol staat buiten de aangewezen gebieden, dus aangewezen gebied zit in het evenementterrein. Zullen we niet. Maar dan moet je 18 zijn, dus dan kom je laatst niet binnen. Dus ik snap het wel, maar het mag gewoon helaas. Even niet, ik ben overlast. Ja?
rijdt nu dit voertuig richting de kerk. En dus zijn we nu ook zelf opgelost. Maar dat klinkt er gewoon even aan. Ik heb hier een meldingje van binnen gekregen. Ik heb je daar een directe actie te plaatsen gezet. Dan zie ik het wel als je met de volgende bent. Hallo. Nou. Kan dat toch? Nee, dat doe ik niet. Even. Ja, voor jou en ook de rest van de collega's. Vanaf het station gaat de groep van ik denk 100, 150 jongeren nu langzaam richting de binnenstad over. Is dit het verhaal? Ja! Oké, nou, geniet ervan hè. Veel plezier. Zullen we gaan ze best weg? Yes. Je mag wel een verklaring afleggen, hoeft niet, maar mag wel. Nee, u heeft hem betrast. Nee, ik ga niks zeggen. Het zie je. Hey, heb je erbij iets slechts gemaakt? Erbij? Nee, sorry, pijn. Hey, stond iets bij de fiets te doen of zo? Welke fiets? Ja, spijt. Kan ook. Even doorlopen straks. Hey mannen, voor jullie. Ja. Sorry, spijt me. Jullie hoeven geen verklaring te geven, maar de reden van dit gedrag. Ja, natuurlijk. Oh, maar dat betekent dat de bekeuring 140 euro. 140 euro? Ja, hinderlijk op de Openbaarweg. Ja, ik begrijp hem echt helemaal. Gelijk heb je. Hallo. Je ligt van aanswijs? Nee, ik vorder bij deze het geld op heeft gemaakt. Aanswijs, ja. Nee, ik ben nog steeds niet van plassen. Iets anders meer in aandacht? Ik heb geen lichtje. Wat is je postcode weer ingeschreven? Hey, luister, u kreeg in ieder geval een bekeuring voor wildplassen hier, zeker in de tuin. Wildplassen? Ja, weet je, daar is dat te doen. En je mag hier ook de tuin nu verlaten. Want je mag helemaal niet komen. Vanavond, ja, we krijgen net een melding vanuit de reguliere OC dat er drie gasten van de bedreiging hebben geuit en die door het ruwe wielpad richting naar ons stand trekken. In de binnenstad van Koude afbeelding met de. Ja, dat is correct hoor. En we hebben ze hier staan. Dus we gaan even het een en ander checken. Wat ons betreft hoeven jullie niet deze kant op te komen. Ja, ik wil het checken. Ik kan wel aanfietsen, maar we zijn toch snel daar. Cheers. Ja, dankjewel. Gaat lukken hoor. Good luck. Good luck.
Ja, maar dan hadden we hem hier moeten zien, toch? Dit is E36 nog. Dus dat is eigenlijk. Ja, precies. Dat is natuurlijk vaak op die manier. Ik ben nu op langs het kijken, E36. Wil je hem daar boeien? Ja, zo, ik denk dat we weg geworden hebben, slim is toch? Maar je mag het gewoon vragen, hoor. Ja, nee, ik heb helemaal gelijk. Volgende keer. Ik pak eens even een formulier. Schakelen naar de OC5 in verband met ondersteuning bij een. Ik stel voor dat ze even mee naar boven nemen, alweer, of niet? Je alarmlabel zit hier nog aan, Tas. Neem ze even mee naar boven. Top. Who take your phone? Yeah, I don't know where is my phone. Oh, you have been stolen? Yeah, here. When? 10 minutes, like Samsung. Say here red. Heb ik collega's op luisteren die toevallig ergens nog wat gestolen telefoons hebben aangekocht? Hallo. Wat is er aan de hand? Sorry, this man is still. Zullen we even aan de zijkant staan? Ja. Yeah. Even stand over there. Ja. Yeah. Alles goed? Jazeker, wat is er aan de hand? Wat happened? This man, the woman die this man. Do you have an ID card on you? I don't have. An ID card or passport? Ja, Robby, ik zei je beneden even met een vervelende dronken meneer samen met Venus. No, I drunk, respect. Don't do that. Ze hebben wel fysiek elkaar aangeraakt, niet geslagen. ID, the bank passe, you must be. Hey, meneer. Daar staan. Kom, we gaan even naar boven. Ja? Hij had geen treinkaartje, hoor wel. Hij had geen treinkaartje. Is het from Kenya? Schikkelrijnheid, zijde, Jabersplein. We gaan naar de right, upstairs. We gaan naar boven, je bent de dag. I don't know. Je hebt geen idee, qua. Ik heb geen idee. Jawel, je was een probleem aan maken. Normaal. Tussen de tramhaltes en het NH-hotel zou iemand op straat liggen, mogelijk onwel. Ze vermoeden alcohol, er rijdt nog geen ambulance voor. Okay. Take a seat, can you put it in your bag? Why you make that my life? Ik ben Somali, you are Dutch. What you did for me? No, listen. What you did for me? Yeah, I don't do normal. Yeah. And then, ik ben Somali. What you can say? We zijn klaar. Ja. Oké, pak je spullen, we gaan je station spullen pakken en dan ga je het station weg. Hallo. Ja? Oké, goed zo. Tot doorheen. No. Oké, I go. I go. Ja, I go. Ja, dan maak ik like een baby. Was hij links of rechts? Ja, dan mag ik daar pakken. Ja, I am Somali. Er staan toevallig twee collega's in de buurt van Boulder.
Jullie deze meneer even met... mag even spullen in je tas doen? Even, je gaat deze collega's gaan jou eraf begeleiden. Mensen, we zijn een uurtje klaar met je. Nee. En nu ben je ineens lief. Waarom heb je nog je gaat nu het station uit. Ik moet even weg kunnen fietsen. We zijn een beetje een rooi lap, zeg maar. No problem. Thanks. Inderdaad, een zwarte pet en een zwarte North Face jas. Dat heeft de info. Mogelijk de verdachte. Ja, waar staat hij nu? Ten hoogte van de roltrappen jaarbeurszijde. Ja, iets samen. Wat had je al gezegd, meneer? Ja, dat kan iets staan. Sir, go and stand over there. Ja, ja, no. Do you have something on you what's not yours? I don't stand, I speak French. Stop. Okay, I'm going to search you. Do you have drugs, weapons on you? No. Heb je een merk van de telefoon? 3-4-6-4. Okay, thank you. Yeah, what is this for kind of medication? I don't know. Okay. Ik begreep dat de gestolen telefoon door de verdachte weer is weggegooid. Die is terug. Maar we gaan alsnog even kijken of we het aan elkaar kunnen brengen als we zo contact hebben met het slachtoffer ook. Ja, op die manier. Wil je lifting gaan? Kom maar dan. Ja, we have to come with us for now. We're going to invest something. One moment. Wat zou erbij zijn? Een mesje. Wapengevaar. Oh, mesje. Oh, ja. Ja, je hoeft niet te antwoorden, maar wat deed je dan? Mag hier even al je spullen neerleggen? Ga je sowieso verjeren. Dus ik doe wel eens ook een voor je in tot uitlevering van alle dingen die je bij hebt. Voor één. Hoeveel keer shotjes, wat is dit? En dat is dan voor een paar dagen? Als een avond, als een paar dagen, is dan een prijs. Het gaat hard man, is het per avond 100 euro is. Nee, voor nou is het ook niet. Oh, die vent is gisteren al heel vervelend weggestuurd. Met 46 even controle, Luxemburg. Doe even ID-card. You have an ID card on you? I don't have. I lost it with for my passport. Okay, illegal with you, drugs, weapons. No. This one's empty? What is that? Wheat? Joint? What do you use on that one? Hmm? Yeah, what do you use? You have an appointment with the police? Yeah. Next month you have an appointment at the police station? Yeah, I know. You know? 427. Yeah, okay. There's a letter from the Justice Department from the judge. So we have to read it in. 2420. Okay, listen, sir. It's in jail time for you for 2 weeks because you have been arrested for theft and two other people. Now you have 2 weeks the time to go to the court. If you want to take appeal against it, you have 2 weeks now. Yeah, I think how
Binnen Peggy. Ik heb een blazenstraf kunnen geven. Meneer? Ja, blazen op voet. Dit is voor yours? Dit kan toch niet zo gek? Homo's! Oh, hè? Ja, homo's, homo's. Hey, maat. Eindelijk. Ja, geen hand meer. Hey, mag even die knop. Nee, is goed. Ja, mag je ID-kaart even laten zien, even je zakken gaan legen? Hier, deze mag ook lezen. Waarom, wat is dit voor gedrag? Wij zeggen helemaal niks tegen, we zijn er maar niet eens met je bezig en dan ga je ons zo zitten schelden. Oh nee? We zijn toch met die andere meneer in gesprek? Of wil je even stoer doen voor je vrienden, was dat nee, het? Nee, nee. Maar wat, waar slaat het? Leg mij eens uit, ik ben wel benieuwd waar het op slaat dan. Ik ben wel benieuwd, leuk voor mij. Hey, heb je nog iets bij wat je niet bij mag hebben? Drugs, wapens, pistolen, mooi. Pistolen, ja. Als je even rustig blijft staan, dan gaan we het zo doen. Ja, hier is de pistool. Ja, armen gewoon even rustig houden, ja. Je hebt geen naalden, gaat schieten, bij hoor. Je? Ja? Pauw. Mooi, man. Ik doe niks gek. Nee, maar ik zeg even kijken. Hallo. Even je portemonnee. Niet zo verschrikkelijk zijn, ik sta gewoon stil. Aha. Deel door ik bij me. Leg eens even al je spullen hier. Alsjeblieft. Nee, ik begrijp gewoon niet waarom je die aandacht zo wil hebben, joh. Hallo, ik heb het gezegd toch wat ik ging doen? Ja, maar ben je gek of zo? Wij vallen je lastig. Ik heb gezegd dat ik dit ging doen. Luister, die drugs neem ik in beslag. Je krijgt een aantal bekeuringen van ons. Welke drugs? Ja, die softdrugs. Waar? Nee, niks ervan. Die ken niet. Bestaat niet. Geef terug. Broer, dat ken niet. Je mag mij. Ik heb het daar gekocht. Hé, hey, aandacht vraagt aandacht krijgen, hè? Dus dan krijg je het ook. Dit mag je terugnemen. Nee, dan pak je mijn handjes af. Hey, je hebt zeker geen bonnetje van dit allemaal, hè? Hey, hey, of wel? Hey, meneer, hoe kom je aan al die pakken mentos? Hij heeft mijn collega gehad bij, hoe heet die? Ja, weet je donderschoen. Ja, ik denk dat je gewoon gejat hebt. Nee, ik stel niet. Kijk maar op mijn strafblad, ik heb nog... Ja, toen ik ja, ik heb je strafblad gekeken, die is aardig vol. Luister, ik neem dit sowieso in beslag, want ik heb vermoeden dat het van diefstal afkomstig is. Niet antwoorden verplicht, je mag een advocaat raadplegen, maar wil je nog wat verklaren voor de feiten die je hebt opgeschreven? U bent uw eigen advocaat, mooi. Ja. Gaan wij een en ander ooit maken, dan krijg je de post thuis gestuurd. Doei. Doei meneer.